Als in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigt in Europa, moet er in Europa weer opgebouwd worden, ook in Nederland. Nou, en daar gaan we in deze video's naar kijken, die periode van de zogenaamde wederopbouw. En die wederopbouw is dus de periode van herstel na de Tweede Wereldoorlog. Steden en dorpen moesten weer opgebouwd worden. Hè. Gebouwen lagen in puin, eh, infrastructuur, zoals bruggen en wegen en spoorlijnen, die moesten weer hersteld worden. En ook de industrie, die moest weer opgebouwd worden, hè. er moesten weer fabrieken gebouwd worden. Nou, dit vraagt natuurlijk een enorme inspanning van de Nederlandse bevolking om na vijf jaar Duitse bezetting, na vijf jaar oorlog het land weer op te bouwen. He, iedereen wil dat ook graag doen, dat is ook een oproep vanuit de regering. Maar het kost gewoon ook enorm veel geld. En daar helpt uh, een Amerikaans plan bij het zogenaamde Marshallplan. Dat is namelijk echt een grote steun voor de wederopbouw. Uh, de Amerikanen. Die uh, wilden heel graag Europa, en hier zie je de vlaggen van de landen ook weer staan, zo snel mogelijk opbouwen na de Tweede Wereldoorlog. Want zij waren enorm bang voor de uitbreiding van het communisme. He, daar hebben we in eerdere video's ook al wel eens iets over gezien. In Oost-Europese landen, daar stelden de Russen allerlei communistische regimes aan. En de Amerikanen hoopten dus door heel veel geld en steun te geven aan de West-Europese landen. dat die zo snel mogelijk weer opgebouwd zouden worden. Zodat daar het communisme niet populair zou worden. en de mensen vooral de kant van de Amerikanen zouden kiezen. Want dit is dus ook de tijd van de Koude Oorlog. Die begint nu ook zo'n beetje. Nou, hoe dan ook, dat Amerikaanse Marshallplan, die Marshallhulp, die helpt de Nederlandse economie en de wederopbouw enorm. En dan zie je ook dat vanaf de jaren 50 eigenlijk al de economie al weer heel snel begint te groeien. Nederland lijkt er weer bovenop te komen. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die er toch voor kiezen om uh, hun hel buiten Nederland te gaan zoeken. Om ergens anders buiten Europa te gaan wonen. Er is heel veel emigratie op dat moment. Er wordt ook door de regering toe opgeroepen zelfs. En emigratie wil zeggen dat mensen vertrekken uit het ene land, Nederland in dit geval, om in een ander land te gaan wonen. Niet op vakantie te gaan, maar om er dus permanent te gaan wonen en werken en leven. En dan moet je dus denken aan landen zoals Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland. Daar gingen honderdduizenden Nederlanders naartoe. En waarom deden ze dat? Nou ja, euh, ze zagen daar meer kansen om een nieuw leven op te bouwen. Hè, om daar bijvoorbeeld een, een, een nieuw boerenbedrijf te beginnen. Daar was heel veel grond beschikbaar. Ze waren ook bang euh, voor de dreiging van die Koude Oorlog. En ze wilden dus gewoon ergens anders een nieuw leven kunnen beginnen. Dat werd actief gestimuleerd door de Nederlandse regering, want die zagen ook. Van ja, met iets minder mensen hier uh, kunnen we het land ook weer makkelijk opbouwen. Dus in de jaren 50 emigreerden honderdduizenden Nederlanders naar het buitenland. Ja, om precies dezelfde redenen zoals mensen dat vaker doen, in de hoop op een beter bestaan.